Dat is er ook nog bij deze video op mijn kanaal. Ik ben Jaren en de examens zijn erbij, dus ik kan weer video's opnemen. En wij gaan vandaag verder met South Park, The Stick of Truth. Want deze game moet ik echt uitspelen. In ieder geval, ik weet niet meer waar precies bij de vorige aflevering zijn gebleven. Maar ik weet in ieder geval wel dat ik hier bovenop dit dak ben beland. En dat hier een stonehammer van level 7 in zit. Die best powered is. Nee, ik bedoelde deze. Lang geleden dat ik deze game heb gespeeld, dus ik weet niet meer super goed hoe dat het werkt allemaal. Ik zie hier wel die stone hammer gebruiken en die is ook beter dan het wapen wat ik nu heb. En volgens mij ben ik hier toen gekomen omdat het met deze teleporter zit, maar ik kan hier en volgens mij kom ik dan in die vergaderruimte. En dan kan ik die afluisteren. En does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts okay. With organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Oké, okay, ja, dat geluidje moet dus eerder komen. Daar is een Nazi zombie. Ja, dat is wel een groot probleem dan. Alright, we're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Wow, die stemmen die zo niet overeenkomen is echt wel een beetje fucked up. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move. Okay. Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away, so nobody ever hears what was said in this meeting. Dat is echt zo. Yes, good idea. Dat sloeg nergens op, maar dat was wel grappig. What the fuck? It's broken free! Oh shit. Dat was wel heel gewelddadig. Ah. Ik heb ook meteen ineens een battle. Ik heb meteen al een battle, maar ik heb een zware stonehammer. Dus ik kan gewoon proberen. Paf. Oké, hij is al voor de helft eigenlijk gewoon al dood. Dus. Oké, nog 60 HP. Ja, oké. Ik heb hem eigenlijk gewoon nu al. Dus ja. Paf, klaar. Dat was, ja, dat was de fight, dus dat ging wel heel snel. Oké. Okay. Heeft hij ook loot die ik kan pakken? Chill loot, ik wil loot, loot. Ik heb Nazi-armbanden. En een SWAT-vest. Oeh, zou dat sterk zijn? Waarschijnlijk wel, want ik bedoel, dat is een SWAT-vest. Maar ik kan dat precies nog niet dragen, of wel? Nee, hè? Volgens mij kan ik dat niet dragen, nog niet. Nee, dat is vanaf level 8 pas dat ik dat kan dragen. Ja, ik kan die spullen nog wel niet dragen. Maar ik heb ze wel. Hier is nog licht aan het schijnen. Ah ja, zodat ik die health potion, maar die kan ik nog niet pakken. Oké, ik kan naar daar. Maar ik denk dat ik eerst naar voren moet daar. Dus laten we eerst naar daar gaan. Oké, hier hebben we in ieder geval die recording device waar dat op staat dan al. Oké, we moeten terugkeren naar de PTA. Dat is zo... Ah ja, ja, dat is zo... Ik moest van hun deze doen zeker, ja... Want dat weerhield mij eigenlijk van mijn echte main missie. Ah, oh, allee, kom. Lekker door. Ja, dank u. Ah, deze was ook gewoon de missie eigenlijk al. Blijkbaar. Oké, dat zijn zombies. Is er een fast travel in de buurt, guys? ik ben totaal vergeten waar we eigenlijk ook zijn. Waar is de map? Waar de hel zijn we eigenlijk? Ah, we zijn bij de mall is het blijkbaar. Maar dan, die helemaal kapot is. Ah ja, hier rechts is volgens mij een fast travel. Als ik mij goed kan herinneren. Het is heel lang geleden dat ik dit gespeeld heb. Ah ja, ja hier is een fast travel. Found loot. Ja, oké. Okay. We gaan binnen. Met de PTA. Shit. En we gaan alles vertellen wat we weten over deze vreemde gebeurtenis. Ik druk ze op terug naar buiten gaan. Fuck. Guys, what's
this? It's a recording. There's data on here. Does that say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a three-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about it. What? They're going to just blow up three blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Oh, thank you. Dat is inderdaad wat ik wou natuurlijk. Oké, dan hebben we dat ook weer. Dan kunnen we nu die picture naar die Gothics brengen. En dan horen we bij de Gothics. En dan kunnen die ons joinen. Want volgens mij zijn wij waren overigens... Ah, ik weet het niet meer. Maar ik ben het echt vergeten. Want het ding is... Want het ding was... Wij moesten... Volgens mij moesten wij niet kiezen... Of dat wij... Ja, want dat was toch dat wij... Volgens mij was dat of zo dat wij werden gekidnapt door die elves. Dat die elves toen vroegen van... Hey, join ons anders, want de wizard is kut en zo. Wacht, waar zijn die? Zijn die daar? Volgens mij zijn die hier. Als ik me goed herinner, zijn die hier. Tenminste, dat is heel lang geleden dat ik deze game heb gespeeld. Een maand of zo. Hey, gods. Wow, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo. Can you dance goth? Oh, yes, I can. Oké, okay, nee, ik ga het doen. Oké. Okay. Dit is wel moeilijk. Oké. Okay. B, X, B, X, E, B, B, A, B, X, B, X, E, E, B, X, A, B, X, X, A, B, 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 E, E, A, E, E. Oh, dat was trouwens helemaal perfect. What do you think? Dat was echt helemaal perfect. Yeah, man. Ja, dat was pretty good. New kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you are and we'll be there. Oh, thank you. Thank you. Ik heb een achievement. Woo! Upgrade available. Oké, ik heb 4 nieuwe vrienden dus. To side with Kyle against Cartman, talk to Kyle. Oh, nu moet ik kiezen. To side with Cartman against Kyle, speak with Cartman at Koopa Keep. The thing is, Cartman is wel echt een loser. Cartman is echt wel een fucked up, kut kind. Dus ik denk dat ik side met Kyle. Ik kan met Kyle side, jongen. Ik meen het. Ik kan naar Kyle. Oké, dat is dus rechtsonder helemaal. Wacht, waar was... Is hier een fast travel? Ergens hier is ook een fast travel nog. I'm going to fight for the elves. Ik heb daar ook wel... Elves zijn ook wel nice, ik bedoel. Oké, ik ben bij de elves en ik ga naar Kyle. Want Kyle is wel... Kyle is tof. Kyle is tof. Ja. Climb in the tree. Oké. Okay. I will. Climb in the treehouse. En dan zal ik... Want ik kies voor Kyle. Omdat, wees eerlijk, Cartman is echt een fucking kutkind. Oh, is hier nog iets? Ah, ja. Yeah, loot. Very nice. No tricks, human. No, no. I'm going to be an elf. I'm sorry I ever doubted you. I hereby make you a member of the Drow Elves of the Forest. Ik ben een elf! Yay! New kid, you have our friendship. I hereby level you up to the rank of Commander. Yes. Commander Douchebag van de elves. My lord, my lord. We know where the humans are hiding the stick. What, really? We just intercepted their messages on Twitter. You shot down their message, Raven. Right, right, we shot down their Raven. And the evil Wizard King has hidden the stick inside his desk at school. Dude, of course! Come and hit it in his desk! Drow Elves of the Forest! We know where the humans are hiding the stick! I knew Carmen was cheating! We shall march on the school and make the hallways drip of their blood! Let's go! Ik ben nu een elf! Daar ben ik echt wel blij mee. Ik vond het wel tof om een elf te zijn. Oké, okay, bergen. Prachtig. Amerikaanse vlag. Minder prachtig. Ik ben niet zo fan van Amerika. Amerika is echt losers. Echt losers, jongen.
We thank you for the courage in joining our fight. Okay, can you remember the other goes? Tonight, we fight as one. I feel like such a homo sapien right now. The elves are they have blown their war horn. Blue eyes, Dan. Okay. Elves, flank left. This is your village. Oh, Anika? We gaan langs achter. We gaan... Oké, okay, dat klonk verkeerd eigenlijk, nu ik daarover nadenk. Give me some loot. Oké, okay, dus ik moet volgens mij die ene deur daar nemen. Deze guys hebben ervoor gezorgd dat de vrij is. Help. This calls for a little bardic exit. Open sesame. Omdat hij heeft natuurlijk zo'n kaart voor dat. Oké, okay, ja, I get it. We hebben zo'n gehandicapte kaart. Oké. Oké, we zijn dus langs achter aan het binnen gaan nu. Ja, ga. Hup. Even, de school is een mis momenteel. Oh, godverdomme. Oh, wacht, volgens mij. Wacht, als ik deze doe. Zo. Kijk, zo doet je dat dus. Zo. Nu kunnen we hier langs. Oké, okay, we hebben een fight. Het duurde even voordat ik door had wat we moesten doen, maar... Oké. Oké. Ah, we hebben die dood dus. Very nice. Oké, we gaan hier naar binnen. Hier is het te doen blijkbaar. We kunnen niet naar daar, precies. We moeten langs hier. Ah ja, I see. Oké. Zo, en dan die raken, hup. Die fan is kapot nu. Oké, en dan kunnen we nu zo... Wacht. Even deze guy gewoon neerslaan. Hij is een human, snap je? Dus we mogen geen humans alive laten. Nu dat ik een elf ben. Oei. Wat is er mis met... Hij wordt een Nazi-zombie. Ja, hij is nu een Nazi-zombie. Ah, Nazi-zombie-fighter is. Dat is weer een fucking boss, but, oh, met twee side guys. Oké, ja, ik zie jullie als ik het gevecht heb voltooid of niet. Oké, ik heb de fight eindelijk gewonnen. Dat duurde echt heel lang. Maar ik heb gewonnen. Oké, ik weet niet of ik hier naartoe moet. Maar ik kan hier naartoe, dus iets proberen. Oké, ik heb geen idee wat ik moet doen nu. Maar daar komen we wel achter.
Nee, niet weer een fight. Moeten weer al fight doen. Maar ik skip deze fight ook wel weer even. Zo. Die zijn ook weer dood, alle twee. Deze fight was best wel... Ik ben een beetje beter in die fight aan het worden. They're European or something. They are. Want ze zijn Duitsers. Nee, Nazis, dus. Wasn't planning to. Hier is nog een loot. Oké, ik... Nee, dat is exit, staat daar. Dat is de boiler room. Ik ga hier gewoon even kijken of er hier nog interessante spullen zijn. Hey, ik weet van welke episode dit is. Lol. Die episode heb ik over laatst gezien, volgens mij. Dat is wat die van met die dat die luizen hebben. Niet? Ja, toch? Oké, we gaan naar hier. Dus gewoon. Oké, naar waar moet ik? Oké, hier hebben we dingen uit een locker gehaald. Oké, dan gaan we naar hier. Oh, we krijgen een laadscherm. Oké. Oeh, basketbal, ja. Oké, maar even een potion nemen, jongen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ah, I see. Oké, nu ben ik hierboven. Oké, nog een fight. Dat duurde heel lang of zo. Oké, Stan, finish hem. Ja, zo, dat is er al één en neer. Zo. Dat was ook weer gewoon al die fight alweer. Kyle. Wacht, nou waar moet ik naar daar? Nee, niet naar daar. Ah, wacht. Nee, moet ik naar hier, naar die catapult? Huh? Ah, hier. Ja, ja, I see. Ja, ja, oké, let's go. Ja, ja, ik heb geen idee wat ik nog wou zeggen, maar oké. Oh shit, een fight. Oké, we doen deze fight nog even. Ah ja, maar Butters was mijn vriend, maar ik heb hem verraden natuurlijk. Dus ja, sorry Butters dat ik weer verraden heb en zo, maar... I had to, oké. Ah, en Butters is dood, eindelijk. Dat wordt echt al tijd. Oeh. Nou... Ik denk dat ik het hierbij ga laten vandaag. We doen even save game. Save, yes, save. Oké, we hebben de game gesaved. In ieder geval, hopelijk vond je deze video een beetje leuk. Hopelijk zie ik jullie in de volgende video. En ja, tot de volgende keer. Dag. Vandaag gaan we een kijkje nemen naar de games die ik heb gekocht tijdens de Steam Summer Sales.